De Carla de Liefde TV gaat mee naar Den Helder, want de dames van Den Helder Suns wonnen zaterdagavond in Landsmeer de bekerfinale van de Top Kip Lions. Vreugde na afloop, veel meegereisde supporters en als een klap op de vuurpijl een extra onderscheiding voor coach Mario Bennis. Gefeliciteerd om te beginnen. Dankjewel, dankjewel. Ging het zoals gepland? Gedeeltelijk wel, niet volledig, maar wel, ik denk wel een groot gedeelte van de wedstrijd hebben het uitgevoerd, wat we af hadden gesproken. Wat ging er allemaal goed? Nou, ik denk dat we redelijk goed hebben verdedigd. Gameplan op Charlotte van Kleef werkte redelijk, die moest echt wel werken voor de schoten. En ik denk dat we een belachelijk percentage van buiten zelf erin schieten. Dus ja, dan is het in ieder geval wat makkelijker. En een bonds? Een bondspeld, ja. Heel verrast. Daar had ik zeker niet op gerekend. En ik vind het een mooie eer. Dus je bent een beetje ontroerd, zag ik. Ja, weet je, er spelen dingen door mijn hoofd heen wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd. En dan krijg je dit soort dingen erbij. Dus dat is emotie. Wat ging er allemaal goed vandaag? Ik denk dat we goed hebben getraind erop. Op Charlotte, Meerte. En we hebben het goed. Goede wedstrijd gehad, het is lastig nu iets zeggen. Maar. Ben je meer tevreden over het team of over jezelf? Nee, team. Ja. Ging je het een beetje zoals verwacht? Ja, wat kun je verwachten van zo'n wedstrijd? Ja, je hebt het twee keer al gewonnen van ze, dus dan kan je denken, nou dat lukt ook een derde keer. Nou ja, het is een finale. En dan zijn zij op hun best. Ik denk dat ze ook goed hebben gespeeld. Wat was het lastigste? Ik denk Lindsay, Charlotte en Meer te stoppen. Hoe gaan jullie het nog vieren? Voor dat gaan vieren? Ja, hoe? Zeker, in de sporthal bij mij in het Van Veen. Jeriek, gefeliciteerd. Bedankt. Is de captain een beetje tevreden? Zeker, hoe kan dat niet zo zijn na zo'n wedstrijd? Nou, ik zag je aan het eind van het derde kwart, toen je gewisseld werd, toch een beetje mopperen. Ik ben tenslotte dochter van mijn vader, altijd wat te mopperen. Wat er precies was, weet ik niet. Er is zo vaak wat in de wedstrijd, maar het gaat er ook om hoe snel je dat weer omswitcht. Ja. Ik heb soms even nodig om te mopperen en daarna is het weer weg. Okay. Ben je meer tevreden over het team vandaag of over je eigen spel? Ik vind het gewoon heel knap hoe zo'n jong team het toch oppakt. En tuurlijk, de ballen vielen, dat is lekker, dat helpt. Maar je bent toch iets meer zenuwachtig met een jong team, met een minder ervaren team. En hoe we dat dan oppakken en laten zien dat we het kunnen, daar ben ik vooral heel trots op. Hoe leuk is het dat er zoveel mensen ook meekomen? Ja, die tribune was helemaal blauw. Dat is natuurlijk geweldig. Er ging een hele bus en onze jeugd is altijd heel betrokken tijdens thuis- en uitwedstrijden. Dus dat is fantastisch. Nou, je noemde hem al even. Ik hoorde van allerlei mensen. Je vader zat te wachten met de tap klaar. Die heeft de tap klaar in de sportlaan. Die heeft waarschijnlijk de livestream zitten kijken in zijn eentje. Jullie gaan nog even vieren. Nou, dat is wel de bedoeling. Oké, veel plezier. Gefeliciteerd.